Meer Eindhovenaren toegang tot cultuur. Dat is een van de belangrijkste punten in de zogenaamde cultuurbrief die de Stichting Cultuur heeft gemaakt samen met verschillende culturele instellingen in de stad. Nu worden te veel mensen nog niet bereikt. Dan praat je soms over mensen met een achterstand qua inkomen of bepaalde wijken waar het minder belangrijk wordt gezien. Nou ja, en cultuur is gewoon iets wat verbindt, net als sport overigens. Als mensen samen sporten, hebben ze geen ruzie. Dat geldt hetzelfde als je samen een toneelstuk of een musical opvoert. En daar moet je nu aandacht op vestigen en daar moet je nu zaken voor op gaan pakken. En als je dat niet doet, dan verwaarloos je eigenlijk die groep mensen. Dat is natuurlijk zonde. Ja, je wilt dat iedereen iets kan vinden en beleven wat bij haar of bij hem past. En ja, die brief staat vol met mooie woorden. En daar zijn we het ook heel vaak mee eens. Maar je moet het in de praktijk gaan regelen. Het zijn vaak mensen met de laagste inkomens of mensen die fysiek verder van de binnenstad afwonen. Die minder vaak in het parktheater komen of een dagje urban op Strijp S beleven. Dus breng die voorstellingen en urban sports de wijken in, is de gedachte. Maar ja, zoals altijd is dan de vraag, wie gaat dat betalen? Er zal hoe dan ook geld bij moeten voor cultuur, vindt Tanja Mlaker van Cultuur Eindhoven. Er is afgelopen jaren ook redelijk bezuinigd op cultuur. Dus het cultuurbudget zit op dit moment op het niveau waar die in 2010 zat in deze stad. En dan kun je wel praten over allerlei nieuwe plannen, zoals een designmuseum. Je zult ook eerst het huidige cultuuraanbod overeind moeten houden. Is een veelgehoord geluid. Ja, en zo'n designmuseum, dat is natuurlijk prachtig als dat in Eindhoven komt. Maar het zou prachtig zijn als het Rijk het helemaal betaalt. Maar als wij zeggen voor een aantal belangrijke dingen hebben we helemaal geen geld. We hebben hier vanavond ook gehoord over de huishoudelijke hulp. Dus er zijn een heleboel zaken waar dan niet genoeg geld voor is. En dan wel voor een designmuseum. Nou, dat vinden wij niet zo'n goede volgorde. Nieuwe ambities, nieuw geld. Dus wil je daadwerkelijk gewoon in voorzieningen aanbod, dus nieuwe topvoorzieningen in de stad hebben, zoals Designmuseum voor de Toekomst. Dat kan niet ten koste gaan van huidige voorzieningen. Daar moet dus nieuwe ambities, moet je gewoon met nieuw geld toerusten. Het is de bedoeling dat er nog dit jaar knopen worden doorgehakt over de plannen voor cultuur in Eindhoven.